Hallo mensen, mijn naam is Ik ben Rikus op de Game. Vandaag staan we bij de kringloopwinkel, of zoals Macklemore zou zeggen, bij de thrift shop. Let's go! We staan nu boven in de kringloopwinkel en we zoeken zo'n lekkere dikke bontjas, want het is echt fucking warm buiten. En net als Macklemore moeten wij natuurlijk zo'n mooie thriftshopjas. Ik heb 5 euro in mijn broekzak. Het is jammer genoeg geen 1 dollar, maar ja, we wonen hier namelijk in Europa, hebben geen dollars. Maar we gaan tenminste proberen voor 5 euro zo'n mooie bontjas te scoren, als ze die hebben. Zijn dit sjalen? Wat de fuck zijn dit? Wat moet je dit voorstellen? Is het gordijn? Een jurk, een gordijn, ik ben niet zo'n kledingexpert, je merkt het misschien al. Als ik homo zou worden moet ik nog veel leren. Ik denk dat we hem gevonden hebben. Hoeveel kost deze jas? Dit is vast fucking duur. 10 euro! Ja, we kunnen even iets verder zoeken, maar ik denk dat dit wel het dichtstbij is dat we kunnen komen hoor. Ik kan hem passen natuurlijk. Het is fucking warm hier, we gaan hem gewoon even passen. Wat vind jij ervan, cameraman? Ik ga nog even terug. Deze beter. Ik denk dat we een winnaar hebben. Ik denk we gaan gewoon een klein rondje lopen en dan gaan we gewoon een beetje beschrijven wat we zullen zien. Tafeltjes hebben gigantisch veel bekers. Altijd fijn bekers. Wat bedden, rettenkatet, naar beter bed of naar de rattenplan natuurlijk, dat kan ook. Je hebt een fantastisch mooi paddenstoel zitje. Kijk, dit is zoiets wat ik nog wel zou kopen. Ik heb geen idee hoeveel het kost, er zit namelijk geen stickertje op. Ik zou het zo meegenomen hebben. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar dit is geen mes. En dit is ook geen fort. We hebben een ventilator gevonden, mensen. Hallo, mijn naam is Rick. Ik kom uit de toekomst. Welkom vandaag bij de review van deze 75 cent stuiterbal. Stuitert hij goed? Dat gaan we nu zien in deze supergoeie review. Wauw, voor de gemiddelde viespeuk hebben ze hier ook tweedehands BH's. Ja. Hier in de kringloopwinkel loopt alles op wieletjes. Oh yeah, reken maar van yes. Weet je, dit zijn gewoon dezelfde kleding die ik normaal in de winkel zou kopen voor 20 euro. Hier is het gewoon 3,90. Het enige probleem is dat je fucking skeer bent als je het hier koopt, maar ik geef je groot gelijk, weet je. Dus ja, moraal van het verhaal, koop je kleren in de thrift shop, yo. Oké, we gaan nu de jas afbreken. Daar is één vraag aan deze meneer. Hoeveel jaar hangt deze jas hier eigenlijk al? Ik denk een week. Hangt hij echt pas een weekje? Ja, echt een week. Dus, En waarom hangen jullie dan op midden in de zomer een winterjas? Ja, dat weet ik ook niet. Voor mensen die naar de wintersporten gaan of zo. Nou ja, ik ga hem nu in ieder geval kopen, dus jullie zijn snel vanaf. Nou, gelukkig. En ik ben nu eigenaar van deze mooie jas. Dat is waar. Yes! Dus mevrouw, wat doet u zo? Wat doe ik? Hier zo. Ik doe kijken hè, voor wat spulletjes voor in mijn huis. Wat moois gevonden? Ja, een hele mooie bank. Ja. En dat is dan veel goedkoper dan in de winkels, toch? Ja, dat is veel goedkoper als in de winkel, ja. Past hij er mooi bij? Hij past er mooi bij, ja. Ik hoopte dat hij waarbij zou zeggen en dan zei ik aardbei. Nee, dat zeg ik niet. Dat is jammer. Maar u kan het aanraden, deze winkel, aan iedereen? Ja, ik kan het zeker aanraden. Het is heel mooi, heel netjes. Ja, ik kan het zeker aanraden. Oké, dank u wel. Graag gedaan. Ik heb wel wat dvd's gekeken of er nog leuke tussen zitten. Mooi gescoord? Nou, het valt mee, maar er zitten wel weer een aantal leuke tussen. Ik heb dus namelijk ook wel op bezoek, maar ze hebben geen porno hier. Nee, inderdaad. Maar ja, daar heb je gratis websites voor, hè? Bedankt voor het kijken van deze aflevering van Rick's Avonturen. Linkje van mij en van mijn cameraman staan in de beschrijving. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. En tot volgende week bij nieuwe Rick's Avonturen. Doei! Bye!